Ja, maar lieverd, daar hoef je toch niet bang voor te zijn? Hij moet eerst denken dat hij failliet is. Ik heb genoeg geld. Maak gebruik van zijn kwetsbaarheid. En zijn de glazen nog vol? Melbrecht. Of mag ik Remco zeggen? Mag ik dan Merel zeggen? Beter al lieverd, hè? Daar ben ik me heel erg van bewust, ja. Ja, ja, maar kom op, wat doe je nou? Ineke. Doe dan niet of er niks is tussen ons. Ineke. Nou in. Wat de fuck gebeurde er? Nou, volgens mij hebben jouw ouders al jaren geen seks meer, hoor. Oh, dus je dacht, laat ik zijn mond maar even smeren. Hij kan gewoon heel goed zoenen. Volgende week moet het er zijn, maandag of dinsdag moet het er zijn. Dan moeten we gewoon doorgaan. Is dit voor flauwekul? Iets tussen mij en Merel. Laat ons dan ook buiten, alsjeblieft. Hebben jullie iets? Nog niet. Ik denk niet dat dit de kans op een relatie echt vergroot, jongen. Blij dat ik relatieadvies van jou krijg. Hey, we moeten gewoon doorrijden met het project, dan is gewoon klaar. Mieke, jij ook nog? Ja. Lekker. Ja. Nadja. Dank je. Jij ook? Nee, dank je. Het staat je wel goed. Dank je wel. En wie is de vader? Kennen we die? Dat is niet zo'n leuk verhaal. Ah, doe niet zo flauw, vertel het ons. Ik heb hem ontmoet in Japan. Is het een Japanner? Het was liefde op het eerste gezicht. Akihiko heette hij. Stralende prins betekent dat. Maar hij is er niet meer. Hij heeft een auto-ongeluk gehad. Hij zei nog, we zullen voor altijd bij elkaar blijven. Nou ja, zo zie je maar. Vreselijk. Dus nu moet ik hem alleen gaan opvoeden. Je blijft met de poten van mijn bedrijf af. En van haar. Je bent getrouwd, man. Getrouwd. En je hebt kinderen. Dus het is heel simpel. Je blijft met je poten van eraf. En dan schop ik haar de zaak uit. Dat durf je niet. Ik weet veel te veel. Ja, veel te veel. Ja, ik kom met dit te doen. En je huwelijk is over. Nou, ga je gang, jongen. Ik heb nog wel een paar stukken van je. Misschien raak ik die wel kwijt. Werknemster. Ex-streepje neukertje. Straks krijg jij dat. Dan zeg jij jongere. Broertje of zusje. Hoi Nadja. Hoi. Lieke, toch?
Ja. Wow, mag ik voelen? Ja, tuurlijk. Hij is heel druk. Je voelt hem vast zo schoppen. Ik voel niks. Oh? Misschien is hij dan wel dood. Hoe ver ben je al? 8 maanden. 8 maanden? Ze is pas 1/2 jaar weg. Het blijft een klootzak met die foto. Dat is een mooie foto. Ben je blij van lul? Wel een lieve lul, toch? Hoe is het nou met haar? Nou, die moet vooral de roes uitslapen. Ah, dat was verder toch best een leuk feest. Zo gaat het nou altijd. Eerst wil je niet. Dan heb je net zo lang te mokken tot voor mij de lol goed af is. En dadelijk vind je het gewoon een hartstikke leuk feest. Ja, nou, hij is nog een beetje vol. Die Nadja, hè? Die weet het als voorbij is. Ja. Ik zweer het. Ja, dat weet ik. Maar als het kind iets met jou te maken heeft, hè, dan is het voorbij, hè? Ja. Dat weet je, hè? Mm-hmm.